Goedemorgen, dit is het weerjournaal van Weerplaza.nl. Veel bewolking boven zee, dat hangt samen met een oud front. En ook boven land komen wolkenvelden voor, of is het nevelig of mistig, met lokaal zelfs ook een enkel buienrestantje. Vanochtend dan gaat in de loop van de dag de zon wel vaker schijnen. Er ontstaan ook stapelwolken en lokaal komt misschien al een eerste bui voor met een kans op een klap onweer. Vanmiddag gaan er meerstapelwolken ontstaan, loopt de temperatuur op naar 23 tot 27 graden, met nog altijd kans verspreid op een aantal buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Vanavond vallen die buien dan ook nog altijd, koelt het uiteindelijk af naar 19 tot 21 graden en ook de noordenwind neemt iets in kracht af en wordt bovenland zwak. Morgen dan zijn we nog lang niet altijd van de buien af. We blijven wel in de warme lucht met op de meeste plaatsen 23 tot 26 graden. Maar in de zuidelijke helft van het land opnieuw kans op regen en onweersbuien met lokaal opnieuw kans op veel neerslag in korte tijd. Donderdag wordt dan een wat nattere dag Een koufront passeert. De temperatuur komt dan uit op 18 tot 20 graden met nu en dan regen. Vrijdag en zaterdag wordt het wat vaker droog, maar de temperaturen die blijven tussen de 16 en 20 graden schommelen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.